eerste livestream. Ook voor het eerst op Minecraft dag. Ik heb hier al iets kleins gemaakt, iets leuks. Dus daar komt water uit. Dat is eigenlijk een soort van douche. Je moet eigenlijk de hendels omhoog trekken en dan weer naar beneden. Allee, waarom werken die hendels niet? Waarom werken die stomme hendels niet? Waarom werken die stomme hendels nu niet, man? Wat de heck is er gebeurd met Minecraft? Wacht even. Wat? Deze is leeg. Hoe kan dat nu? Onmogelijk. Kom aan, stomme hendels. Ja, je moet dus precies altijd een hendel op zak hebben, volgens mij. Ja. Gewoon altijd nieuwe hendels plaatsen. Ja, ik heb een douche, zogezegd de badkamer. Daarnaast komen de bedden. Komt er wel een kleine muur tussen. Ga ik vooral het eerst een deur nemen. Oh ja, het staat hier. Zou ik een ijzeren deur nemen? Ik denk het wel. Als jullie graag willen dat ik eens een survival speel, moeten jullie het zeggen. Maar wat ik wel ga zeggen is dat ik het niet goed kan. Dus niet verschieten ervan als ik het niet goed doe. Als ik een survival speel. Hier ook twee bedden. Perfect. Voilà, vier bedden. Er kunnen altijd vrienden komen slapen. Misschien ook nog een privacy lounge maken. Wat heb je nog allemaal nodig in het leven? Ah, een keuken. Een keuken heb je nodig. Ik weet niet, maar ik weet dat deze video nu live is. Maar straks ga ik er proberen mijn intro voor te zetten. En ook mijn outro. Die moet er ook natuurlijk bij. Oeps. Ja, je hebt bijna geen ruimte voor je keuken. Dus dan moeten we... Mijn hond is op mijn computer getrapt voor mijn intro ervoor te zetten. Alsjeblieft, stomme kat. Ja, sorry voor de mensen die van katten houden, maar mijn kat is soms heel ambetant. Oeps. Allee jongen, blijf van mijn baasje af. Oké, tussen deze twee muren zou de keuken moeten komen. Tussen deze muur en eigenlijk de ingang. Ik weet niet waarom dan mijn poort open staat, maar...
best lelijk als je dat ziet. Voilà, veel beter. Nu, hier gaan we de dampkap zetten. Zo gezegd dan. Moeten er wel twee gaatjes zijn. Ja, drie gaatjes. Ja, voor dampkap. Ja, drie is genoeg. Dit is eigenlijk niet mijn wereld, maar wat? Nee, dat is met een vriend. Maar ja, kom, dat boeit niet. Als ik mijn huis verder afmaak, is het toch niet erg. Ja, misschien wel de trap of beter gezegd het dak terugzetten. Wat er in een keuken moet staan is. Pardon. Ik denk, ja. Twee ovens. Waar staan die oventjes? Hier, denk ik. Ja. Dit is iets voor mij te koken. Ik ga er wel ook wat houtskool op zetten. Waar stond ook alweer de houtskool? Hier, denk ik, er is. Maar ja, dat weet ik nu ook wel allemaal hoor. Misschien ook wat eten. We stoppen er wat rauwe vis op. En ook wat rauwe zalm. Ja. Ze bakken allebei. Dit zou de lucht moeten zijn die eruit komt. Ja. Nu nog juist het tafeltje. Ik weet dat het misschien klein klinkt, maar ik kan niet groter. Hey! Niet aan mijn zetel krabben, hè? Het is toch niet zo leuk hoor met dieren. Je moet er elke 5 seconden bij. Wat ga ik erop zetten? Een witte drukker. Voilà. Maar kom aan, fuzzy. Oh my god, blijf van mijn computer af. Echt waar, stomme hond. Echt waar, jongen. Mijn hond trapt hier gewoon gans mijn computer weg. Hier is er niets speciaal van. Oh ja. Hendeltjes. Wat? 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 De hel. De hendels reageren niet. Hij stond op de tweede blok. Oeps.
reageren de hendels pas. Dit is wel ook een beetje ambetant aan de hendels. Maar ja, het is de moeite waard. Weet je wat je ook kan doen? Hopla. Hier. Proberen. Ja. Ah, net niet. Ach. Wat deed ik? Nu ben ik klaar met dit. Nu nog juist ga ik iets proberen. Ik zeg wel proberen, hè. Ik blijf erbij proberen. Een laser doormaken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, is nog eentje bij. Nog eentje. Ja, dus je moet echt wel 49 blokken hebben in een vierkantje. Anders kan je dit niet doen. Dan zet je op 3 blokken. Hier zo. Zo. Zo zet je alle 3 je blokken. Dan zet je... wat ik echt wel nog moet zeggen, nog eens, volg precies mijn stappen, want kijk, als je bijvoorbeeld, die gaat normaal branden, kijk, als je hierheen zet, kijk, die brandt niet. Je moet ze echt in het midden plaatsen, die gaat gaan branden normaal. Die, voilà. Gewoon doen wat ik doe. Ja, het was tot hier. Hier moet een rij blokken voor. 2 rij blokken. Nee, 1 rij blokken. Erachter. Daar leg je allemaal redstone op. Voilà. Nu ga je... Dit kan je wel niet op Minecraft pieën, oftewel als je echt een nieuwe versie hebt. Moet je een kleur glas kiezen. Ik kies nu mijn lievelingskleur, omdat ik veranderlijk ben. Paars. Maar je kan ook bijvoorbeeld een ander kleurtje, zoals... wacht even. Hier. Groen bijvoorbeeld, maar ik ga nu paars wit nemen. Paars, wit, paars, wit. Oh, ik zeg het gewoon omgekeerd. Wit, paars, wit, paars, wit, paars. Het is eigenlijk paars, wit, paars, wit. De meeste mensen zeggen paars, wit. Ik heb per ongeluk al mijn inventory weggedaan. Dat moet niet, maar dat mag altijd. Heb je meer plaats voor de volgende dingen? Laat je hier hekjes op. En dan moet je eigenlijk gaan zien dat je een blok neemt. Dat je hier. Dan ga je een kleur.
Ook dat maakt niet uit. Oh, oeps. Verkeerde kleur. Paars. Paars. Wit. Ja. Nu komt eigenlijk een moeilijk stuk dat soms bij mij niet werkt. Dus alsjeblieft, word niet boos als het niet werkt bij jullie. Dan is het een beetje mijn fout. Oké, dus steek het maar op mij als het bij jullie niet lukt. Zet maar in de chat. Steek het maar op mij. Is niet erg. Is mijn fout. Heb ik het verkeerd uitgelegd? Moet je maar een andere video kijken. Ik heb trouwens die gekeken van How to make a simple laser door. Dus als jullie deze niet begrijpen of zo, kan je altijd nog daarop gaan kijken. Hier, roodsteenversterker. Nu moeten we wel toe blijven. Dus nu moet dit echt wel weg. Dit hebben we eigenlijk zo gezegd niet meer nodig. Allemaal verspilling. Nu is het enige wat je nog moet doen. Dit. Goed mijn instructies volgen. Ga je zo doen. Ga je hier. Ik weet dat het een beetje raar klinkt, maar ga je hier redstone torch plaatsen. Hier plaats je nog wat redstone. Daarop plaats je een blok. Daarop zet je een hendel. Dat wordt zo gezegd voor het toegelen. Dat is een Engels woord voor het te bewegen, zodat de lasers uit en aan kunnen. Nu moet ik gewoon uittesten of het werkt. Bij mij werkt het nu niet, jongens en meisjes, maar ik heb een oplossing, denk ik. Hier ga ik eens proberen voor een roodsteenversterker te plaatsen. Nope. Oftewel laat ik de redstone hier staan en zet ik daar wat redstone. Wat? Het werkt nog altijd niet. Bij mij klopt er nou iets niet. Ik weet niet wat. Is eigenlijk nog best wel redelijk moeilijk om te maken. Wacht even. Nu valt er veel redstone. Nog een kleine tip. Ik weet dat ik het laat zeg, maar best een creative doen. Als je mij wilt nadoen, dat mag natuurlijk. Anders zou ik geen video's op YouTube zetten. Doe dit voor jullie te tonen.
Hopen dat dit werkt, want anders stop ik ermee hoor. Ik weet dat dit niet mag hoor, maar toch wil ik het eens uittesten. Nope. Oké, het spijt me mensen, maar wat ook nog leuk is aan dit. Is als het niet werkt. Dit is. Wat? Hier was ooit een val. Hier heb ik ooit een val gemaakt. Alles ligt hier gewoon al helemaal klaar. Ja, ik heb er hier nog maar twee. Tweede. Ja. Maar ik ga met iemand anders spelen. Op spel, maar heb dat spel niet. Ja, oké, okay, dat is niet erg. Maar, Mag je andere kan misschien? Ah, maar dat hij op Minecraft komt. Zeg hem dat ik op Minecraft zit. Ja, ik moet op Minecraft. Ik ga wel iets pakken dat niet kan vallen. Even uittesten. Hey! Hey, mijn val is nog niet af en er zijn al vijanden. Goed nieuws. Do-do-do-do-do-do-do-do-do. The hands on my. The clock is ticking, so stay. All you have to do is take a minute, just take your time, the clock is ticking, so stay. Oké, okay, sorry, ik was even aan het zingen, ik zit echt met dat liedje in mijn hoofd en ik kon me niet meer houden. Moet ik anders eens wat meer tutorials maken van hoe je dingen doet? Even naar mijn vriend zijn party.
Ja, ik ben even een party aan het editen, want mijn vriend zijn party was, hij was eruit gegaan. Dat is mijn hond, dat jullie hoorden. Ik heb er nog één, maar die valt mij tenminste niet lastig. Oké, ik ben weer in de game. Maar van waar komt de stroming? Van die hendel daar, oh my god. Yo, Kjandro. Ik zit denk ik in een offline wereld, maar ik zal u een uitnodiging sturen. Als dat lukt. Was er nog niet, ja? Eh? Mijn Minecraft is weer een stuk. Moment, ik ga restarten. Dus kan ik even. Ja. Ik ga ook. Ik ga mijn game afsluiten en ik ga hem in online zetten. Ja. We zullen meteen weer terug, oké? Ja. Ja, dat hoor ik. Ik ben nu bezig met iets met redstone. Moet jij niet een keer in mijn wereld? Nee, maar ik zit nu al in een wereld, hè, dus dat is dan stom als ik er dan nog moet uitgaan. Ik hoop dat Minecraft werkt, want de afgelopen dagen heeft het niet meer gewerkt. Oeps, dat is een beetje minder. Het is met hopen, nip. Ik kan nog eens hangen, was. Het is zo meteen weer. Okay. Wat? Zeg jij dat aan het wassen? Zo, een stoor. Dat is handig. Daar wacht ik normaal eens sneller. Is wel een rare manier. Mijn vriend wast zijn Minecraft. Echt wel een rare manier, maar het kan. Ik mag niet meer spelen dan. Dus moet me de headset aan mijn broer geven. Waarom? Hij had toch een nieuwe? Hè? Eh? Ik ben nu weg, oké? Ja. Bye bye.
ga een beetje met een elytra vliegen. Met X ga je trouwens omhoog en met R3 bestuur je het. En met L3 kan je eigenlijk niets doen. Of met je linker joystick. Ja, bam. Ik ben een beetje gecrashed. Weet je wat ik wel nog normaal kan tonen? Een dingen. Nee, hoe noemt dat nou weer al? Lavador, een lavador. Kan ik jullie normaal wel tunen. Maar ik weet het echt niet zeker. Het kan zijn zoals met de laser door. Dat het niet wilt werken of zo. Oké. Dus dit moet je eigenlijk ook doen voor je lavador. Laser lavador, ik had bijna laser door gezegd. Maar ik had dan toch door dat een lavador was. Deze door kan je wel in Minecraft P. Dus als je deze wilt maken in Minecraft P, ga je gang. Het lukt. Maak nu wel mijn dingen een beetje stuk. Maar dat is wat je moet doen. Katro's lava in de dingen doen. Dat moet ook echt wel in het midden. Anders werkt je door niet. Je kan dit ook doen met water. Deze blok moet ook wel echt op het bovenste gaan.
nu weet ik juist wel niet meer. Is dat langs deze kant of langs deze kant? Ik ben een beetje aan het twijfelen. Maar dat is niet erg. Ik kom het wel te weten. Normaal zou het moeten af zijn, dacht ik. Oh ja, het is met een button. Button, button, button. Waar staat een button? Waar staat een button? Waar stond een button? Even nadenken. Ja, hier. Yes, gelukt. Kijk, het is nou gelukt. Het is wel de bedoeling dat je de andere kant ook een button zet. En dus, als je hier nou een trap aan maakt. Ik zeg nu maar iets. Er komt een creeper aangelopen. Reken wel een creatieve. Dat als die ontploffen of zo, dat dan niet erg is. Hè. Voilà, dus je zit in creative. Er komt een zombie oplopen. Die gaat in de lava, die is direct dood. Kijk, nu zou die al doodgebrand zijn. En als je in creative zit, kan je er gewoon ook doorvliegen. Wat ik ook eens ga proberen. Is met de Elytra er gewoon hands doorvliegen. Ah, net tegen een tak. Er komt wel ook serieus werk bij kijken. Als je het wilt. Ja, allemaal wegstoppen. Moet ik dat? Ik zal dat ook eens tonen. Je moet kijken tot waar komt deze blok. Moet je gewoon blijven bouwen. Oei. Hier mag geen blok staan, dus je moet ervoor bouwen. Hier kan je dan ook bijvoorbeeld je huis aanmaken. Dan moet je het echt wel zeker afstoppen. Want anders, als je dit nu ziet met de redstone, hoe het ineens steekt en zo, kan iemand die in je session zit je naapen. Dat is nou ook niet zo leuk.
sorry voor de stilte, maar ik ben niet gewoon dat ik op Minecraft een video maak. Ik doe dat eigenlijk alleen maar alleen. Ja, juist nog hier afbouwen. Als je de binnenkant eigenlijk allemaal zou wegdoen, hè, dan heb je al bijna een huis straks. Kom aan, uit mijn basis, jij lelijke spin. Stupid spider. Ja, ik spreek ook Engels, vaak ook in GTA-video's. Hier juist nog toemaken. Ja, kijk. Moest het nu zonder die dingen zijn, daar zou het wel mooi zijn. Maar niemand merkt er iets van. Alleen maar ja, als je de lava ziet. Maar het blijft erbij. Je ziet niet meer van de redstone en zo. Daar heb je al een grote aan. Dus. Maar ik ga mijn video moeten afsluiten, want ik zit al redelijk lang een video te maken, denk ik. Ik ga wel Minecraft afsluiten, want ik heb geen zin meer om op Minecraft te gaan. Het zou wel gek zijn, maar het kan ook dat ik vandaag zelfs nog een video maak. Dag mensen, tot de volgende keer.